Hey, what's up guys, welkom bij een nieuwe video en deze is lang overdue, maar ik was er simpelweg gewoon nog niet naartoe gekomen om deze te gaan doen. Ik zal wel vast zeggen, de microfoon van mijn headset, hij werkt van de een op de andere dag niet meer, dus we moeten heel even een andere audio oplossing vinden. Ik heb nu heel even boven de monitor een mic hangen. Het is niet ideaal, ik denk dat je ook wat meer shifter geluiden zult gaan horen, maar het is wat het is. Vandaag gaan we Assetto Corsa Competizione spelen. En waarom gaan we Assetto Corsa Competizione spelen? 1. Het is een van mijn favoriete race games. 2. Hij heeft een next gen update gehad. En lijkt mij de hoogste tijd om heel even die next gen versie te gaan checken. Want ik weet de PlayStation 4 Pro en de Xbox One X versies. En al helemaal de versies daarvoor. Draaiden gewoon niet goed. Hele onstabiele 30 fps. Dat is absoluut niet wat je wil hebben in een race game. En zeker niet in een serieuze sim race game zoals deze. En dus gaan we de next gen versie checken. Ik ken de PC versie, dat is eigenlijk de versie die ik tot nu toe heb gespeeld. En we gaan gewoon heel even vergelijken hoe het is. Dat doen we in deze prachtige auto, de Ferrari 488 GT3. En dat kunnen we natuurlijk maar op één plek doen. En dat doen we op Zandvoort. Dan zijn we dan op Zandvoort. We beginnen vanaf de 10e plek. Het is een rolling start. Ik heb niks gedaan in mijn setup. Ik pak gewoon de basis setup zoals die hier in de game zit. En we gaan kijken of we pot kunnen breken. We spelen in ieder geval op de expert difficulty mode. Stay double file. Oké, daar staan we dan. Zoals ik al zei, het is een rolling start. Ik ben over het algemeen niet een groot fan van de rolling start. Maar het heeft wel wat. Zoals je ziet, dit is het oude Zandvoort. Zandvoort nog voor de aanpassingen van de F1. Dus dat betekent geen kombochten. Helaas. Maar bijna nog steeds een super vet circuit om te racen. En nu goed opletten. Want je krijgt zo'n groene lift en dan wil je gelijk een goede uitgangspositie hebben. Green light, green light. Oh, de tijd ben heel goed. En een trophy. Clear on the right. Clear on the right. Ik zit dus dat probeer ik te letten. Ik zie dat je de camera binnen op de scherm. Je moet zeggen, ze remmen wel 5 vroeger. Ik heb voor een paar oefenrondjes gedaan, maar... Heerlijke avondsvoerderij. Twee plaatsen opgeschoven dus, sinds de start. Dat is goed. We gaan kijken of we een podiumplekje kunnen gaan bemachtigen. Nu dat de winst er niet in zit, want het is toch wel moeilijk inhalen hier. Maar ik moet zeggen, als je een... En dat zijn de Corsa Competizione speelt. Vergeleken met een game zoals Gran Turismo 7 of Forza Motorsport of van F1. Is toch wel een stukje realistischer. Oh, en daar past het heel mooi. Ik had niet verwacht dat we daar een actie zouden kunnen maken, maar hij heeft wel heel veel. En waarom denk je dat nou de auto laatste stukken lastiger besturen? Maar je hebt vooral ook veel met de bandenmanagement te maken. De temperatuur van je remmen. Ik ga er iets beter extra in moeten hebben. Dat is ook niet de limiet. Je moet een kleine achterstand hebben. Zeker hier bij Kassenburg. Dat is een plek waar je de inhaalpoging kan wagen. We zijn in ieder geval weer aangesloten. Vooral ook waar bijvoorbeeld Gran Turismo wel goed in is. Dat je echt het moment voelt verschuiven van de auto. Dat zie ik niet. En dan moet je slim mee omgaan. En soms heb je voordeel uit haar. Dezelfde plek als net. Is het weer zo goed? Ik
de Next Gen update. En heel eerlijk, het is niet een hele mooie game. Zeker vergeleken met andere games die al uit zijn. Maar voor een serieuze zin in deze game, ik heb het echt nice. Helaas is het niet gelukt. Maar als we hier op de start achterblijven, kunnen wij nog een hele poging maken. Blijf eens slipstream. Well done, man. First of all, faster slap. Car on the left. Me on the left. Thank you, Shane. Was een do or die actie. Het kan zijn, het is echt moeilijk in Ali. Dat lukt hem had, maar toch niet. Nu beginnen we een beetje laag te zijn te vriezen. Zie je ook dat ze achter mij dichterbij komen. Grote voordeel van de PC-versie ten opzichte van deze versie is natuurlijk wel de hoge frame rate. Want hoewel het een flinke verbetering is, speelt de Sonic 60 fps. Dan de PC-versie natuurlijk veel hoger. En dat is voor een race game is dat wel fijn. Kijken of we meer poging kunnen wagen. Hier daar. Oranje bord. Ja, dit loopt voor je, maar. Nee! Nou, kans verkeken. Ja, hij is veel te zorgen. Zonde! Dat leek toch wel weer een kans. En ik moet zeggen, ik weet niet of die nog steeds een aanbieding is. Ik heb destijds set-up op de Chone voor 14 euro in de PlayStation Store. Dat is wel een PlayStation Plus aanbieding, dus je moet daar PlayStation Plus voor hebben. En de game heeft een gratis Next Gen upgrade. Dus je hebt gewoon de PS5 versie dan voor 15 euro. Voor zo'n geweldige race game, dat is echt een no-brainer. En de reden waarom ik dit zeg, en dan moet ik toch wel op de console mensen teleurstellen, want ik wil vanaf volgende maand beginnen met Zeta Corsa Competizione met een Europe Series. Waarbij we onder andere Zandvoort gaan bezoeken. Maar ook Silverstone, Catalunya, Monza uiteraard. Vergeet er nog eentje. Het gaat in ieder geval heel vet worden. Je kan je daarvoor inschrijven. We hebben nog een plek in de stikbank. Hier rem ik wel heel laat. Ik moet het risico nemen. Kan je dus aanmelden? Dat doe je via Discord. Join Discord. De link staat in de beschrijving. Ik vind het weer een beetje aanvragen. En ik hoop. Dat ik dit jaar nog tickets kan bemachtigen voor de Formule 1. Ik was er vorig jaar bij. Maar helaas, dit jaar naast de pot gepist. En ik probeerde elke keer tickets te bemachtigen, maar alleen de hele krankzinnige prijzen zijn nog beschikbaar. Niet geheel verwacht natuurlijk. Dus ik hoop er dit jaar bij te zijn, maar het zal moeilijk gaan worden. Waar ik wel bij ben, is de GP van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Voor het eerst. Prachtige locatie natuurlijk. Het zit zo'n heerlijke flow. Het lijkt niet erop af
alsof we naar voren kunnen gaan stormen. Ze laten gebeuren, maar ook niet schuiven. Maar... Daar zien we onze parkeerplek. Ja, dat was hem jongens. Assetto Corsa op de Jordan voor de PlayStation 5. Ga checken. En wil je meedoen met de PC League? Schrijf het dan in.
volgende maand gaan we beginnen. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. Vergeet ook niet een duimpje omhoog. Daar ben ik enorm bij gebaat. Maar voor nu, een hele fijne dag verder. Tot jullie later.